Een hele goede morgen. Welkom bij Jeu de Boer voor de tweede koekenloopje van 2024. Deze keer zonder Conny, die heeft andere verplichtingen. Maar we gaan lekker lopen door de polders en langs de Rijn. Loop lekker mee. Fijne wandeling, ik zie jullie later wel. De brug over de Oostvaart en dan gaan we meteen daar langs. Ondanks dat het maar windkracht 3 is, staan hier toch een aantal windturbines te draaien. En dit is nog het meest intrigerende, een elfenbaan. Ik heb ze nog niet gezien, misschien moet ik zachter zijn. Dan kunnen we hier misschien elfen en veeën zijn. De Oude Rijn. We zijn de Rijn overgestoken in noordelijke richting. We zijn hierbij wat nu heet Grand Café de Hoek. In 1930 gesticht als Café de Driesprong, toen was het nog veel kleiner. En in de volksmond heet het al snel de Rode Hoek. Vandaar dat ze de naam de Hoek gehouden hebben. De restanten van een kasteel, groot poelgeest, het is niet veel meer, maar ligt op een eiland, een torentje. We lopen hier op de Lage Waard, zo heet deze weg. Niet te verwarren met de Hoge Waard die pal langs de Rijn loopt. En deze weg heeft 5 postcodes en loopt door 4 buurten, dus hier zijn we nog al een tijdje mee zoet. Van de Koningin Maxima brug komen we weer langs de Oude Rijn. We verlaten de Rijn vlak voor Smolenaarsbrug en de Heijmanswetering. Gaan we de Zaagmolenweg op. Ik kan hier bijna tot aan Leiderdorp en Leiden kijken. Prachtig. Iets voorbij de molen waar alleen de onderkant nog van staat, vinden we deze, de Vrouwgeestpoldermolen, die het water uit de Vrouwgeest oppompt. Dat moet dan dus hier zijn. Vrouwgeest is interessant, hè? Eerst elfen en dan geesten. De jachthaven Jacobswoude. Een klein stukje verderop was een dorp, Jacobswoude, wat gesloopt werd. De kerk daarvan ook, en toen kwam deze kerk, of in ieder geval de voorganger daarvan. En in 1653 is deze kerk gebouwd in Woubrugge. Onderheid met 537 palen. En hij staat er nog steeds en nog steeds in dienst als kerkgebouw. Prachtig toch? Hier verlaten we de Woudwetering, Heijmanswetering, waar die overgaat in het Paddengat. En daar naar het Brasemermeer. We gaan precies de andere kant op. Hier de plasdijk op. Alweer eentje. Nummer 2 al. Voor mij nog een stuk of 4-5 te gaan. Kijk, kijk, kijk. Bij Hoogbaden wordt al gewerkt aan een nieuwe spits op de kerktoren. Die is een aantal jaar geleden afgebrand, net als bij de Notre Dame. Wordt weer netjes hersteld, zo te zien. En we gaan de voetpadkant. De Ruige Kade zou het hier heten. Dat zegt wel iets over het moeras wat hier geweest is vroeger.
De Oude Rijn. Van de noordkant bij de hoek van Leiderdorp. Dan gaan we weer teruglopen naar Koudekerk. Richting Café de Hoek. Daar moeten we de brug over. Dat is ook de eerste brug die we tegenkomen. Naast de oude fabriek die er nog steeds staat, hebben ze hier een gloedje nieuwe wijk uit de grond gestampt. Waar vroeger Avery Dennison zijn loods en logistiek had. Nou, dat is aardig geworden. Voor jullie waarschijnlijk een paar minuten geleden, voor mij uren geleden, dat ik over de hoek vertelde. De brug over de Rijn. We gaan nu naar deze kant, de zuidkant van de Rijn. En daar gaan we nog een heel stuk langs lopen, weer terug richting de Scheepjeskerk, zowat. Een heel ander pad, en toch ook ander uitzicht dan we aan de overkant hadden. Daar zien we alweer de Scheepjeskerk. Dat betekent dat het bijna tijd is om linksaf te slaan richting Groenendijk. Net onder de spoorbaan doorgegaan bij de opvallende Witte Molen. En dan gaan we nu weer de N11 onderdoor. Vogelkijkscherm De Wilk West. Even kijken, waar is er een mooi plekje. Vogelkijkscherm De Wilk Oost. Dat betekent dat we de hele Wilk doorkruist hebben. We zijn weer aangekomen bij Jeudeboer, waar het allemaal begon vanochtend. 36 kilometer verder, 6,5 uur verder. Ik heb er genoeg van, het is mooi geweest. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het meegenieten. Tot de volgende keer, dan is Conny er hopelijk weer wel bij de Koek en Lopie.